Welkom bij de Passion. Drie miljoen mensen kijken jaarlijks naar de Passion op de televisie. Ja. Daar konden jullie wel wat mee als vastwelgroep. Ja, dat klopt. En het verbaast mij dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal. En dan vragen wij ons af, waar gaat het dan om? Gaat het om de muziek, aangepast aan deze tijd? Gaat het om de artiesten die het uitvoeren, bekende artiesten die daaraan mee willen doen? Of gaat het ook nog om het verhaal? En als we het dan over het verhaal hebben, is de vraag over welk verhaal dan? En kennen we het verhaal nog? En dan kom je eigenlijk op het verhaal van de kruisweg terecht, van de Via Dolorosa. En hier in het klooster hangt een heel bijzondere kruisweg van Albert Servaas. Hoe ben je die zo op het spoor gekomen? Ja, ik ben een regelmatige bezoeker van deze abdij en ik wist dat die hier hing. Ik wist ook dat die niet toegankelijk was voor het publiek. Totdat ik vorig jaar in mei het bericht kreeg dat tijdens een open kloosterdag de gelegenheid was om deze kruisweg te bezoeken. En ook een beetje het idee kreeg van, het is cultureel erfgoed en het is de moeite waard om eens te proberen om deze kruisweg ook buiten de abdij te laten zien. Broeder Bernardus van de Koningshoeve in Berkel en Schot. U bent eigenlijk de eigenaar, de beheerder van de kunstwerken van Albert Servaas. Hoe zijn die hier zo terechtgekomen? Dus de kunst, de kruiswerk van Albert Servaas is in begin jaren 50 hier terechtgekomen. Doordat een aantal Tilburgse textielhandelaren deze kruisweg hebben opgekocht. Om te voorkomen dat een van de eerste expressionistische kunstvoorwerpen in het Nederlandse taalgebied naar het buitenland zouden verdwijnen. Deze textielhandelaar hebben hem opgekocht en aan de abdij in bruikleen gegeven. En het gaat hier om een hele rauwe expressionistische kruisweg. Ja, in 1919 getekend, houtskool, zwart-wit. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door alle ellende van de Eerste Wereldoorlog, de loopgraven. En dat maakt hem zo rauw. En zeker als je dan de toenmalige kunstuiting daar tegenover stelt, dan is het is een heel groot contrast. Dus de mensen, maar ook het Vaticaan, waren niet helemaal blij met deze kunst, deze kruisweg? Nee, in principe is een kruisweg natuurlijk bedoeld om daar troost in te vinden. Maar de mensen waarvoor die gemaakt was, voor een kerkje in de buurt van Antwerpen, die hadden het gevoel dat ze dus in plaats van die oorlog achter zich te laten, recht weer in die loopgraven keken en in alle ellende van die oorlog. Dus de mensen konden daar niet mee uit de voeten en die zijn gaan klagen. En dat ging steeds hoger op totdat het Vaticaan daar een verbod op gelegd heeft. Omdat die relatie tussen kerk en expressionisme was niet altijd een gelukkige relatie. En de kruisweg is hier in het klooster ook als kruisweg opgehangen? In het begin wel. De broeders waren er ook erg blij mee. Maar dus wisten ook niet van die veroordeling. Maar op den duur, eind jaren 50, kwam die veroordeling boven tafel. En toen is verzocht om hem niet meer als kruisweg te gebruiken. En toen is hij kriskras door het huis heen gehangen. En dat is de redding geweest. Maar het is niet meer als kruisweg gebruikt verder. En hoe vindt u het nu dat uw kruisweg op reis gaat naar Oosterhout? Ja, dat is altijd natuurlijk een gemis als je zo'n mooi kruisweg kunstvoorwerp in huis hebt. Maar het is aan de andere kant ook wel goed dat ook meer mensen ervan kunnen genieten. Ik heb hem helemaal voorbereid. Hij is inmiddels ondertekend door zuster Maria Magdalena. Ja. Alsjeblieft.
hier. Dat zijn de formaliteiten die hebben we niet bezig. Ja. Het is niet hoog, jongens, serieus. Ik kan beter op de delen. Dat lukt wel. Even wachten. Oké. En nu? En nu moet die kantelt hij tegen die deur aan. Miranda, kun jij iets vertellen over de kunstzinnige waarde van de kruisweg van Albert Servaas? Ja, dat is een hele expressionistische kruisweg. Dus eigenlijk vrij bijzonder voor die tijd. In de Vlaamse tijd expressionistisch en dan zwart-wit, houtskool, rauw op papier gezet. Ja, daar waren ze in die tijd niet echt gewend. Dus dat is wel bijzonder. En het Christusbeeld is ook niet het ideaalbeeld. Vaak zie je hem als een echte fitnessgod afgebeeld. Maar in dit geval is dat heel anders. Ja, nee, dat klopt. Hij is eigenlijk een beetje uitgemergeld. Dus je ziet hem echt met heel veel emotie op die gezichten. Wat kenmerkend is voor het expressionisten, dat het gevoel recht afspat. Nou, dat zie je echt ook terug in die tekeningen. Ze zijn echt met strakke lijnen, uitgemergeld, mager, grote ogen. En ja, af en toe zelfs een beetje angstaanjagend. En het is cultureel erfgoed? Jazeker, het is echt van een bijzondere waarde. Het is ook heel bijzonder dat wij die kruisweg mogen lenen om die in Oosterhout te tonen. Hij hangt hier wel in de abdij, maar toch niet iedereen kan daar zomaar bij. En wij stellen hem nu toegankelijk, waardoor mensen met eigen ogen kunnen zien hoe een kruisweg er ook uit kan zien. Zo, dat was nog een hele kruisweg om die schilderijen hier te krijgen. Nou, ik ben buiten adem. Het begon vanmorgen al met een bestelauto die eigenlijk te klein was voor 3 grote kisten. Dus we hebben op stel en sprong hebben we een vrachtwagentje met een laadklep kunnen huren. Gelukkig was die beschikbaar. En al met al een klusje waar we dachten dat het een uurtje of 2 zou duren, zijn we nu inmiddels al bijna 5 uur mee bezig. Maar het is volbracht. Het is volbracht, dus dat is helemaal in de paassfeer. Ja, helemaal. En de schilderijen worden nu veilig opgeborgen en vanaf morgen de eerste tentoonstelling. Prachtig. Dat gaat heel veel succes. Dank je wel. Ja. Zuster Mechtelt, wat mooi dat het Katrinedal bereid is om de kruisweg van Servaas tentoon te stellen. Wat vindt u er zelf van? Nou, ik denk zeker als je in een klooster bent, waar dus eigenlijk altijd nagedacht wordt over het leven en lijden van Jezus, dat juist dit wel heel erg bijzonder is.
En het leven en lijden van Jezus kun je in dit geval eigenlijk ook nog wel extra letterlijk nemen, omdat het een hele harde voorstelling is. Ja, het is echt een rauwe weergave, kun je wel zeggen. En dat doet je ook denken aan al het lijden wat er in de wereld, natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog, maar ook nu nog eigenlijk bij heel veel mensen is. Het is rauw, lijden is niet mooi of kun je die eigenlijk niet mooi weergeven. Het is hard en mensen moeten daar doorheen, maar kunnen daardoor misschien ook wel steun krijgen aan het lijden van Jezus. En die verbinding, dat is wel heel, heel erg belangrijk. En misschien... Ja, daar gaan we. Oh. We gaan rechts of links. Tijd voor nodig om je in te denken en in te leveren van werk.